Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Suriname participeert aan 33e tussentijdse CARICOM staatshoofdenvergadering. Regering volgt situatie Surinaamse studenten in Rusland op de voet. Bond veiligheidsagenten, hoogwaardigheidsbekleders voert overleg met president. Kwestie HPV-vaccinatie op school Guyaba naar tevredenheid afgehandeld. En Surinaamse ondernemers in Guyana aan het woord. Suriname participeert aan de 33e reguliere tussentijdse vergadering van regeringsleiders van de Caribische gemeenschap. Deze bijeenkomst vindt plaats van 1 tot en met 2 maart aanstaande in San Pedro op het eiland Belize. Tevens vindt op dezelfde locatie op 3 maart de 4e CARICOM SICA Summit plaats. President Chandrika Prasad Santokhi zal aan het hoofd van een delegatie in beide vergaderingen participeren. Tijdens de reguliere tussentijdse staatshoofdenmeeting in Belize heeft Suriname de gelegenheid bilaterale gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van Centraal-Amerikaanse landen. Op deze grootse bijeenkomst zullen namelijk regeringsleiders uit het Caribisch gebied en Centraal-Amerika aanwezig zijn. President Santokhi bekleedt per 1 juli tot en met 31 december het CARICOM staatshoofdenvoorzitterschap. Het staatshoofd heeft eerder deze week via Zoom deelgenomen aan een staatshoofdenoverleg waarbij de implementatie van de CARICOM Single Market and Economy en het bevorderen van agri-food systemen op de agenda stonden. Suriname heeft op dit moment 6 beursalen in Rusland die het blijkens hun appberichten allemaal goed maken. Zo deelde minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het parlement mede op donderdag 24 februari. De regering monitort de situatie van deze studenten op de voet. Volgens de bewindsman hoeft er geen bezorgdheid te zijn. Wij hebben op dit moment, op basis van de informatie van het ministerie van Onderwijs, hebben we 6 studenten in Rusland, 6 beursalen. Als anderen daar zijn op eigen gelegenheid, dan is dat niet onmiddellijk bekend bij ons. 4 van die studenten zijn in Moskou, 2 van ze zijn in andere steden. En ik wil u zeggen dat er contact is tussen de studenten en ons hier via de app. En wij nemen aan dat daar ook contact is tussen die studenten en hun ouders. Maar ik wil u een paar van de reacties voorlezen die de studenten zelf hebben aangegeven. En dit is nauwelijks eergisteren geweest. Eentje zegt, tot zover voel ik mij veilig in Moskou. Hopelijk voelen de anderen in Moskou zich ook veilig. Maar mocht er zich iets dat zich zou voordoen, laat ik zeker van me horen. Bedankt voor de attentie. Ik zit in Nizhny Novgorod, zegt de andere. Er is geen gevaar. Een andere zegt, ik ben in Moskou bezig met mijn thesis en de dag is vrij rustig en mooi weer hier. Ik ben in Yekaterinburg, helemaal niets te merken hier. The war is going on in Ukraine, borders and not in Russia itself. En dat zijn enkele reacties van de studenten. We hebben maar 6 studenten daar. Er is op dit moment geen gevaar, blijkens hun eigen berichten. Maar wij monitoren de situatie op de voet. En de ouders zijn uiteraard geïnformeerd door hun eigen kinderen. Als er iets hierin verandert, dan zullen we zeker de nodige en de gepaste acties ondernemen. Ten aanzien van Oekraïne, voor zover wij weten, zijn er op dit moment geen Surinaamse studenten in de Oekraïne. Er zijn 18 studenten in Servië. En die maken het ook goed. Maar goed, Servië is hier niet aan de orde. Ik wil u dat meegeven omdat we niet
natuurlijk bezorgdheid moeten hebben die ongegrond zou zijn. Het bestuur van de Bond van Veiligheidsagenten voor Hoogwaardigheidsbekleders, BVH, heeft op donderdag 24 februari zijn opwachting gemaakt bij president Chandrika Prasad Santokhi. De BVH wenste in conclaaf te treden met het staatshoofd over werkafspraken het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, rakende. Bij deze gelegenheid is het DNV-concept handvest aan de president overhandigd. We hebben de president aangeschreven, omdat wij wensen met de president in conclaaf te treden over zaken rekende de DNV. En dat is de reden geweest dat we hier zijn, met het dagelijks bestuur met een commissaris erbij. En we hebben afspraken met de president, lopen werkafspraken. We besluiten in die zin dat er afgesproken is wat het natraject gaat zijn na vandaag. Dat de bond met de directeuren en aangewezen mensen van het kabinet in conclaaf gaat treden om de zaken op te lossen die bij DNV spelen, voor wat de burgers betreft. Die overhandiging heeft te maken met een concept handvest voor DNV in zijn algemeen. Een handvest moet u zien, de bevoegdheden, de gedragingen van functionarissen binnen de organisatie. Hoe ze zich moeten gedragen, zoals bij de politie een handvest heeft. Het is verankerd in de handvest hoe elke functionaris zich moet gedragen en daaraan moet houden. Maar het is een leidersweg om alles te doen, dus we hebben het aan de president aangeboden. En er zullen zeker correcties aankomen, dat weten we zeker. Maar er is een handvat, een blauwe druk, waar men vanuit kan gaan. De president heeft onder leiding van de directeur van het kabinet, meneer Munsi, heeft hij belast met het zaakje te begeleiden, de onderhandelingen met ons te starten en zoveel mogelijk alles te zaken raken de DNV de revue laten passeren. In een andere hoedanigheid, dat ben ik voorzitter van een andere bond of bonden, maar in dit specifieke geval gaat het om de bond die valt onder DNV, Directoraat Nationaal Veiligheid. De medische zending vaccineert nooit zonder medeweten van ouders. In het geval waarbij kinderen op een school te Goyaba werden ingeënt met het HPV-vaccin, waren enkele ouders niet geïnformeerd. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid heeft de Nationale Assemblée op donderdag 24 februari hierover ingelicht. Hij geeft aan dat deze kwestie naar tevredenheid in een kroeto is afgehandeld. Zo is er een vraag gesteld met betrekking tot een, iets dat zich zou hebben voorgedaan bij de school te Goyaba, waar in ieder geval met betrekking tot het toedienen van het HPV, het human papilloma virus vaccin, ouders niet goed genoeg zouden zijn geïnformeerd. We hebben een feedback gevraagd van de medische zending. En laat mij aangeven dat de medische zending als volgt rapporteert. Dat het HPV-vaccin, dat is het human papilloma virus vaccin, welke tegen 6 vormen van kanker beschermt, met name gerelateerd aan de geslachtsorganen, wordt sedert 2012 toegediend in Suriname, ook via de medische zending, via het schoolgezondheidsprogramma van de medische zending. En dit betekent dat met de school wordt afgesproken door de medische zending welke kinderen in aanmerking komen en wanneer dat zal geschieden. Zoals gebruikelijk wordt dus ook het traditioneel gezag en de gemeenschappen geïnformeerd over de voorgenomen activiteiten. En pas na verkregen toestemming gaat het polypersoneel over tot planning en uitvoering van het vaccineren. MZ, de medische zending dus, vaccineert nooit zonder medeweten van ouders. In dit specifiek geval is op Goyaba de school gemeld. Het team kreeg akkoord van de school. Het project is uitgevoerd. Tot nu toe zijn er geen problemen opgeleverd, maar in dit specifiek geval
zijn de ouders van enkele kinderen niet geïnformeerd. En dat heeft natuurlijk geleid tot consternatie. Er is begrepen vanuit de medische zending dat men dacht, dat de ouders dachten dat het ging om COVID-vaccins. Maar nadat de ouders geïnformeerd zijn dat het om het HPV-vaccin gaat en dat er daar steken zijn gevallen bij de informatie naar de ouders, is er in een kroetoe met het traditioneel gezag dit besproken en naar tevredenheid is deze kwestie ook afgehandeld. In ieder geval geeft de medische zending aan dat in het vervolg men strikt zal letten op het aspect van informatie naar de ouders, omdat het geenszins de bedoeling is dat wij die fase, dat traject moeten overslaan. Dus bij deze, die informatie met betrekking tot hetgeen hier gesteld is over vaccineren op scholen. Net als op donderdag 24 februari brengen wij u ook in deze editie van Focus vraaggesprekken met twee Surinaamse ondernemers in Guyana. In het buurland zijn er namelijk meerdere ondernemers uit Suriname actief. Zij maken de transitie vanwege de olie- en gasindustrie van dichtbij mee en geven hun visie over deze ontwikkeling. Tijdens het meest recente bezoek van president Chandrika Prasad Santokhi aan de International Energy Conference en Expo 2022 in Guyana spraken wij vertegenwoordigers van Optiek Ninon en Yokohama Trading. At the end of the oil and gas conference, we're standing here with some business people from Guyana. With who are we standing here today? So you're here with Optiek Ninon. It's a Surinamese-based company that is now in Guyana since August 19 of 2021. Mm-hmm. And between August and now, how do you think that business is going then? Business is going tremendous, and the Guyanese population has taken to Optiek Ninon quite nicely. We have a lot of plans for our business to go farther, and now with this venture with the Surinamese president and Guyanese president here, we see the need for more improvement, and we're learning still because it's still a startup company in Guyana, and I think it's going to hit off with a boom. So the president is not only in Guyana, but he decided to take it up on his own to talk to the local business community. How do you think that's going to affect the business community, the president coming out and talking? It's good because there's a lot of Surinamese-based companies that are starting up here in Guyana. And he is here as a representative of Suriname. And it's good to get impact from him so that we can know what his plans are for Suriname and in Guyana. So when we get that feedback, it gives us more encouragement that business within or the partnership within Suriname and Guyana is just ties a bond that is really, really strong. Talking about a strong bond, the bond might even get stronger when there is a physical bridge which is actually in helping to bridge the gap between these two countries. How do you think it's going to be for business if Suriname, if the actual bridge is there, mm-hmm. and if we start working together alongside each other even more? Oh, that bridge is there in our thoughts for many, many years now, and we are happy that discussions are there now, and we can see that it's action taken now to actually build that bridge, because the bond and the business community will benefit a lot from that bridge. It's going to be not you have to go and stay and wait long and then travel over. You can't get to carry enough cargo. The bridge will make a significant difference for more positive for the business community in Guyana and in Suriname. Then I have to thank you. Have you picked up any Surinamese word lately? Surinamese word? Yeah. Oh, I've learned Thai. How are you? Good morning. Quite a few, because I was actually just in Suriname. I came over just about a week and a half ago. Mm-hmm. So we had to go and I had to go and get some training done for the company, because Optiek Ninon is all about training and keeping us as senior persons on our toes to actually serve the community much better. How did you experience Suriname? Fascinating. I was scared at first because I drove over, but with Google Maps, and there's now an offline maps, they call Maps Me,
you can drive anywhere around the Suriname, and when you're ready to go back to the apartment, you just type in where you're going, and it takes you straight there. So you can literally get lost, but that's fine. Once you have Google and things, you get a good grip of where you're going. Ik representeer Yokohama Trading hier. We zijn een autobedrijf waarbij we als het ware kwaliteit en voertuigen hier op de markt presenteren aan de consumers hier in Guyana. Waarbij ze op verschillende financieringsmogelijkheden hun auto's kunnen aanschaffen bij Yokohama Trading. Dat is ook een van de goede punten die we hier hebben, want er zijn veel concurrenten hier lokaal die met ons competen, right? En ja, ik moet zeggen dat we op nummer 1 zijn. Mooi. Ja. Ik weet niet als u ook in Suriname, de Surinaamse markt, heeft moeten bedienen, maar hoe zou u zeggen dat de Surinaamse markt verschilt van de Guyanese markt? Oké, er is een heel grote gap daar, moet ik zeggen. Kijk, hier is er als het ware geen restrictie meer op die bouwjaars van die auto, ja. Alle bouwjaars is als het ware toegestaan om het te importeren in Guyana, terwijl in Suriname er een 8 jaar restrictie is. Daarnaast is er ook een heel grote gap in die belastingssysteem, waarbij in Guyana als het ware een veel hogere belasting betaald wordt op auto's. En het gaat met die grootte van de machine. 1500 cc heeft een andere methode. Als het ware een andere hoeveelheid belasting die je moet betalen dan een auto die 2000 cc is, een 2 liter auto. Dus dat is als het ware die gaps die er is, die verschillen die er zijn. Als we het vergelijken met de automarkt in Suriname. Suriname. Yes. Oké. Suriname, Guyana. De president van Suriname is hier in Guyana bij de Oil and Gas Conference. Maar hij besloot om ook met het bedrijfsleven te praten. Wat vindt u daarvan? Het is een heel goed initiatief van de president. Hij komt en hij kijkt als het ware wat de bedrijven die uit Suriname naar hier zijn gekomen, hoe ze als het ware presenteren. En als het ware ook neemt waar we als het ware hulp kunnen krijgen. Als er iets misgaat, dan is de president daar die ons kan helpen als het ware. En op een different level kan spreken. En zodoende een beter stimulans geven aan de bedrijven die hier nu bezig zijn te investeren in Guyana. Dus perfect, de president doet het goed. Laatste vraag, wat gaat het betekenen voor Yokohama Trading Guyana als er een brug komt tussen Guyana en Suriname? Oké, dat wil zeggen als het ware, first of all, is er een betere samenwerkingsmogelijkheid tussen Guyana en Suriname, waarbij de Guyanese kunnen travelen naar een Guyanese kunnen travelen naar Suriname en de Surinamers kunnen travelen naar een Guyana. Mensen kunnen hun auto's gewoon 1 keer nemen en rijden. Je hoeft niet een bus te pakken, uitstappen Suriname en daar pak je een bus om een taxi en daar rijden. Nee, je neemt je auto, je steekt de brug over en dan ben je in Suriname. Je geniet van het Surinaamse environment. Ook Surinamers kunnen hier komen en ze kunnen genieten van Guyana. Want Guyana is at the moment een developing country in de Caribbean, moet ik zeggen. En ja, dat is basically. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.